Hallo en hartelijk welkom op ons kanaal. Leuk dat u weer kijkt. Het is vrijdagmiddag, de zon schijnt en wij gaan op weg voor een weekendje blokzeil. Veel plezier bij het kijken. De navigatie dacht vast, Wilma zit weer achter het stuur. Ik ga alleen maar smalle weggetjes nemen met heel veel drempels. Nou ja, we komen er wel. We gaan gewoon doorrijden. Luisteren wat hij zegt. Niet te hard rijden door al die dorpjes. En dan gaan we in Blokzijl lekker een paar dagen op de camping staan. Genieten in het haventje van bootjes. Want het is zo mooi weer. Ik denk dat er nu wel bootjes zijn. Spiegel even iets inklappen, misschien ja, iets naar links. Ja, gaat goed. Kijk, ze staan al te wachten daar, hè? Wat een avontuur, hè? Nou, het was wel heel smal daar, hoor, door die steertjes en Blokzijl. Links aanhouden. Ja, zo, nee, ja. Dat kan niet, nee, dat kan niet. Oh ja. Ja, heel snel, daar hadden we moeten zijn. Ja. We zijn dus op weg naar minicamping de Hendrikahoeve. En daar zijn we al eens geweest. Daar hebben we zelfs een video over gemaakt. Dat was echt in de begintijd van Camper TV. En dat is gewoon een leuke plek en daarom hebben we ervoor gekozen om daar nog een keer naartoe te gaan. Ja, en dan moet je maar even voor lief nemen dat je al die kleine weggetjes krijgt en in dit geval dwars door Blokzijl heen moest. Maar dan heb je ook wat. Kijk, de alpaca's die zijn er ook nog, die kan ik ook nog herinneren. Zit ook alweer lekker in de vacht. Hier maar voor de streep, hè. Nou, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ja, en, wij vinden het ook leuk om terug te zijn. Ja, dit is 3 jaar terug denk ik dat jullie hier waren. Dus, ja, best wel. Ja, ja. Nee, erg leuk. En ik vind het ook super knap hoe je de camper daar neergezet hebt, want dat had ik je nog niet nagedaan. Dankjewel. Kijk, ik geef je vast de papieren. Nou, ja, daar staat dankjewel. Alles al in. En als ik dat ingevuld van je terug mag hebben, oh, goed. Dan doen we. Oké, okay, dankjewel. Veel plezier hier dankjewel. De komende dagen. De eerste nacht zit er alweer op hier op minicamping de Hendrikahoeve in Blokzijl. En zoals we hier gewend zijn, het was vannacht heerlijk rustig. Volgens mij hebben wij weer het mooiste plekje van de camping gekregen. Want moet je eens achter mij kijken zeg. Je kunt kilometers ver kijken zonder dat je iets ziet. Alleen maar landerijen. Heerlijk, wat een rust. Gisteren was een leuke dag voor ons. We hebben namelijk de mijlpaal van 11.000 abonnees bereikt. En daar zijn we natuurlijk blij mee en daar zijn we ook wel trots op. Alle nieuwe abonnees van harte welkom dus op ons kanaal en wat leuk dat u ons volgt. Wij weten dat we ook veel Belgische volgers hebben. Daarom wil ik in deze video een keer onze Belgische kijkers van harte welkom heten. Leuk dat u ons volgt, blijf dat ook vooral doen. En we vinden het ook altijd leuk om kijkers te ontmoeten, dus misschien komen we elkaar onderweg wel eens een keertje tegen.
Ik ga eens even kijken hoe ver Wilma is met de afwas. Kan ik je nog ergens mee helpen? Ja, dan had je een kwartiertje eerder moeten komen. Dan had je kunnen helpen. Ik ben nu klaar. Ach, wat jammer nou. Ja, hè? Volgende keer zal ik je wel roepen als ik ga afwassen. Is dat goed? Ja, is goed. Dan zorg ik wel dat ik niet in de buurt ben. Ja, oké, dat je me niet hoort, ja. Oké, ook goed. Wat gaan we vandaag doen? Het zou zonnig weer worden vandaag. Nou, dat valt nu nog een klein beetje tegen. Maar het lijkt erop dat vanmiddag de zon er toch nog weer doorkomt. Dus ik ga een mooie fietsroute in de knooppunten-app zetten. En dan gaan we eens even de omgeving verkennen. Ik heb een rondje gemaakt en dat heb ik gedaan op de laptop op fietsknooppunt.nl. Ik vind het net iets handiger om dat op de laptop te doen. En het mooie hiervan is dat we ook de app hebben. En dat betekent dat je de route kunt maken. Je kunt hem opslaan. Vervolgens kun je hem inladen in je smartphone en dan kun je gaan fietsen. Het rondje is 32 kilometer lang. Er zit een pontje in. Dat is één richtingsverkeer op dit moment. Dus we moeten zorgen dat we niet op het pontje weer terugkomen, want dat kan niet. En we gaan in ieder geval even kijken in Giethoorn. Zakjes met brood, pindakaas, jam, kaas. We gaan straks een bankje zoeken als we gaan fietsen zijn. Want mensen denken altijd dat we op een terrasje zitten. Maar dat doen we niet elke dag hoor, want dan worden we veel te dik. We hebben elk ons eigen thermosflesje. Want Erik heeft iets meer in de koffie dan ik. Dat is veel handiger dan los suiker en melk meenemen. Ik heb een potje koffie gezet en die ga ik verdelen in de flessen. Klaar. Lekker hoor, na 14 dagen regen schijnt nu eindelijk het zonnetje. Lekker buiten, lekker fietsen, heerlijk. Dit is dus het weggetje wat ik volgens de navigatie had moeten nemen. En we zijn nu op de fiets even hier naartoe gegaan. Het is 1,7 kilometer naar de camping. Maar ja, we kwamen dus net een gigantische trekker tegen. Dus achteraf ben ik toch maar blij dat ik even omgereden ben. Wij zitten op ons terrasje. Onze lunch staat klaar. Dus smakelijk eten. Boterhammetje met jam voor jou. Wij zitten hier op een bankje. Direct aan het sluisje in Blokzijl. Mooi uitzicht op de bootjes en de jachthaven. En aan de overkant van het sluisje heb je ook een terras. Kun je ook lekker zitten. Alleen zit je dan bij een restaurant. Nou, Wilma heeft heerlijk brood gesmeerd, lekkere koffie, dus wat mij betreft voor vandaag prima. Waar gaan jullie heen? Blokzijl. We zijn hier bij fietsknooppunt Jonen en hier is dat pontje wat eenrichtingsverkeer is, wat ik eerder al zei. En wat ze hier gedaan hebben in verband met corona, hebben ze de fietsroutes eenrichtingsverkeer gemaakt. Kun je ook zien aan die pijl achter mij. Ik moet zeggen, dat is best lekker hoor, want je hebt geen tegenliggers. Je kunt lekker naast elkaar fietsen en je kunt gewoon doorfietsen zonder dat je aan de kant hoeft. Ja, wat mij betreft houden we dat zo. Twee kaartjes voor de pont in Jonen. Ik vind dit toch wel een heel erg mooi stukje Nederland hoor, de Wiede Weerribben. En de natuur is prachtig, het weer wordt ook steeds beter. En we fietsen nu langzamerhand richting Giethoorn. En ik ben heel benieuwd hoe druk of hoe rustig het daar is. Een mooi plekje zo, heel mooi uitzicht over de Beulakker Wiede. Picknickbankje, lekker weer, wat wil je nog meer? Ja, we mogen nog steeds niet naar het buitenland. Als ik hier dan zo fiets, op plekjes waar ik al eens eerder geweest ben. Maar elke keer denk ik dan weer, wat is het hier toch mooi. Nederland heeft toch ook echt zijn charme wel hoor. Wij fietsen nu zo langzamerhand Giethoorn in. En net buiten Giethoorn vind je een grote camperplaats. Die heet Bodenlaken. Wij hebben er nog niet gestaan, maar we gaan er nou even overheen fietsen. En dan kunt u gelijk even met ons meekijken.
Het is een forse plek hoor, er kunnen heel veel campers staan. En toch is er ruimte genoeg, dus ik vraag me even af hoe dat komt. De plekken die zijn allemaal verhard, want ik dacht eerst even dat het kwam dat het te drassig is. Hè, dat de campers er vast zouden komen te zitten. Maar elke plaats heeft verharding, dus daar kan het niet aan liggen. Ik ga eens even bij de ingang kijken wat het tarief van deze camperplaats is. Misschien heeft dat er wel iets mee te maken. Nou, inchecken gaat hier dus via een betaalautomaat hier achter mij en dan gaat de slagboom open en kun je het terrein op. Wilma heeft het even opgezocht. Het kost hier €16 inclusief twee personen. En daarvoor heb je ook stroom, wifi, verzorging en sanitair. Ja, dat inchecken dat gaat best wel een beetje moeizaam en daardoor krijg je dus wel een filevorming voor de slagboom. In principe maakt dat natuurlijk ook niks uit, hè? Want als je gaat camperen dan heb je alle tijd van de wereld. Als het goed is tenminste. Er zijn hier dus 99 plekken volgens die platte grond die daar hangt. En dat is best groot, hè. Het sanitair is op dit moment trouwens gesloten. Ja, het is nu echt sightseeing camperplaatsen, want we fietsen hier bij de jachthaven net een klein stukje verderop. En ik zie de volgende camperplaats alweer opdoemen in de verte. Dus daar gaan we natuurlijk ook even een kijkje nemen. Gaat u weer mee? Deze plek die kennen we natuurlijk heel goed, dat is Haamstede en dat is net buiten Giethoorn. Leuke plek, mooi sanitair ook, kan me herinneren ook wel een beetje drassig als het nat is. Maar op dit moment is het volgens mij kansloos als je hier nog wil staan. Giethoorn zelf hebben we maar even overgeslagen, want als je ziet hoe druk het overal is, nou, dan geloof ik wel dat het daar ook al best wel druk is. Wij fietsen gewoon weer lekker langzamerhand terug naar de camping en het is al direct een stuk rustiger hier net buiten Giethoorn, vind je niet? Ja, buiten Giethoorn merk je niks meer van de drukte. We zijn weer terug in Blokzijl, de fietsroute zit erop en het was prachtig, wat een mooie natuur hebben we gezien. Wilma doet nog even een paar boodschappen en ik hoop eerlijk gezegd een beetje stiekem dat ze een stuk Blokzijler blok meeneemt, want dat is een lokale lekkernij en die is echt heerlijk. Als ze heel verstandig is doet ze het niet, want we moeten de kilootjes eraf hebben en het gaat op dit moment niet zo snel, maar Wilma een beetje kennende komt dat wel goed. Als je een Blokzijl bent, ja, dan kun je niet om de Blokzijler blok heen. Dus ik heb toch voor vanavond nog wat lekkers meegenomen. Waar we begonnen zijn vanmiddag, houden we nu tegen de avond ook op. Nog even in de avondzon genieten bij het sluisje. We zien alle boten binnenkomen bij de haven. Dat is heel erg gezellig. Lekkere bedrijvigheid. Terrasjes zitten nog een stuk voller dan toen wij hier om 12 uur zaten. We hebben een prachtige fietstocht gemaakt. Aanraden ze hoor hier. Hallo. Het is vandaag zondag en we hebben een lekker rustige dag vandaag. Niet al te veel doen, het is ook prachtig weer, dus daar genieten we volop van. Ik heb wel even ons nieuwe windscherm opgezet en uitgeprobeerd. En die ga ik binnenkort even laten zien in een aparte video. Het is een opblaasbaar windscherm en wij zijn er heel tevreden over. Tot zover deze vlog, we hopen dat u het weer leuk vond. Abonneer even op ons kanaal als u niets wilt missen en geef een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken en we zien u natuurlijk graag weer terug bij de volgende video. Tot ziens!